Veel kinderen in Groningen groeien op in armoede en kunnen daardoor geen laptop betalen. Daarom ontvingen 500 kinderen uit minimagezinnen vandaag in DIG 050 een nieuwe laptop. Deze laptop kregen ze vanuit de computerbank en de gemeente Groningen. Het is de bedoeling dat de kinderen de laptops gebruiken voor schoolprojecten. Wij hebben hier een Lenovo, een nieuw apparaat. Een i3 is het. Hier zit Windows 10 op. En eigenlijk, je ziet dat ze zitten nog in plastic. Ze zijn allemaal superleuk. En die zetten ze aan en het installeert zichzelf. Jouw dochter is de trotse eigenaar van de nieuwe laptop. Klopt. Hoe voelt dat nu? Nou, voor haar is ze natuurlijk blij dat ze deze krijgt. En het is alleen maar goed, denk ik. Ik bedoel, ik denk dat het een goed iets is om te doen. Want niet iedereen heeft natuurlijk de middelen om even een laptop aan te schaffen. En ik als alleenstaande moeder ook niet zo snel. Dus dan is dit heel erg fijn dat je hier een beroep op kunt doen. Jij bent een nieuwe eigenaar van een laptop. Hoe voelt dat nu? Ik heb geen emotie daarvoor. Geen emotie daarvoor? Nee? Nee, niet echt. Want je gaat straks naar de middelbare school. Denk je dat je laptop daar veel gaat gebruiken? Ik denk dat het wel handig is, ja. Voelt heel erg fijn, want hoe heet dat? Een eigen laptop hebben is wel leuk. Kan ik allemaal schooldingen erop doen. Ja, dat is wel leuk, ja. Ja, precies. Want moet je veel dingen voor school doen op de laptop? Ja, in groep 8 wel, ja. Van het huiswerk en zo. Weet je, computers in het onderwijs zijn echt heel belangrijk. En als ik naar de afgelopen jaren kijk, naar die projecten die wij hebben, gaat die leeftijd dat je een computer gebruikt, gaat steeds verder naar beneden. Dus je hebt al kinderen in groep 3, 4 die er al mee werken. Weet je, en als de vraag er is, dan moet je gewoon zorgen dat je erbij bent. Anders vissen die kinderen gewoon straks achter het net. En als ze thuis geen laptop hebben, thuis geen computer hebben, nou, dan is de computerbank plus de samenwerking met de gemeente Groningen is gewoon fantastisch. Want dan blijf je gewoon bij. Ik moest hem altijd van haar zus pakken. Nou ja, maar haar zus heeft hem dus ook nodig. Dus dan is het nu handig dat ze dat zelf gewoon kan doen met haar eigen laptop. Dus ja, dat is eigenlijk gewoon super chill. Kinderen zijn heel verbaasd. Er zijn kinderen bij die weten niet dat ze een laptop krijgen hier bij ons. Dus die komen voor de tafel en die zijn helemaal verrast. Er zijn heel veel mensen die zijn verbaasd dat het een nieuwe computer is. En ja, men is gewoon dankbaar dat het kan.